Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast sociaal geograaf Maurice de Hond. Welkom Maurice. We gaan het vandaag hebben over jouw theorie met betrekking tot het coronavirus. Je komt ook met een heel recente inzichten die vrij belangrijk zijn, ook waar het gaat om eventueel te nemen maatregelen. Maar voordat we dat doen, misschien toch even kort, hoe vergaat het jou in deze tijd? Nou, qua gezondheid gelukkig goed, maar ja, ik erger me mateloos. Ja? Waarom? Nou, ik zie op tv virologen dingen zeggen waarvan ik gewoon weet dat dat niet meer past bij de meest actuele inzichten, omdat je die via internet heel snel kan krijgen. Ik volg op Twitter een paar mensen die echt gewoon goede deskundigen, en zodra die wat nieuws hebben gezien, verwijzen ze daarnaar. Dus ik heb ontzettend snel die informatie te pakken. Ja. En dan hoor ik in de verschillende talkshows die mensen zeggen. En bij herhaling hoor ik dingen, dan wil ik bijna schreven. Maar je weet toch al, of je zou toch al moeten weten, dat achterhaald is, dat het niet meer waar is. En als je dan vervolgens ziet dat dan de regering het beleid daarop baseert, ja, dan ben ik zowel moedeloos als boos, als verontwaardigd, als ja, vooral ook een soort hopeloosheid voel ik. Omdat ik gewoon zie hoe eigenlijk op een onnodige manier de hele Nederlandse samenleving of de wereldsamenleving kapot gaat. Ja, ik heb zelf ook sterk de indruk dat de gevolgen van een en ander voor de realiteit nog niet helemaal voldoende wordt onderkend. Het begint nu langzaam te komen, hè, maar ik denk dat de consequenties in allerlei opzichten, maar zeker ook economisch om te beginnen, dat die reusachtig zullen zijn. En de vraag is inderdaad, op basis waarvan worden deze toch hele ingrijpende beslissingen genomen? Niet alleen hier, maar ook elders in Europa. Nou heb jij gelukkig wel de afgelopen weken in de media af en toe je zegje kunnen doen. Ik zag jou voor het eerst volgens mij bij Harry Mens, waar je, daar kunnen we het dadelijk nog over hebben, je temperatuurduiding gaf, hè, van rond het virus. Maar hoe heb je zelf eigenlijk die media-aandacht ervaren en de rol die je daar kon spelen? Nou, ook dat was een soort onthutsende ervaring. In welke zin? Nou ja, je wordt wel uitgenodigd, dat wel. Nee, dat word ik niet. Nee? Je was wel op een paar plekken. Nee, maar als je ziet, ik heb al 4 weken geleden, 5 weken geleden bijvoorbeeld gezegd dat luchtvochtigheid ook in zorginstellingen zo ontzettend belangrijk is. En ook met politici gedeeld en ook met media gedeeld. Ik heb al mijn blogs, ik schrijf al 4 weken blogs, waaruit je kan zien wat mijn achtergrond is, hoe ik daar kom. Ja. Ik laat al mijn bronnen zien, zodat je daar kan zien van dat het heel up-to-date en moderne informatie is. En dan, als ik naar een krant schrijf, dan wordt er gezegd, we hebben een viroloog gevraagd. En die zegt, dat is nog niet bewezen of zo. En als ik in de richting van de media ga, zoals Op1 of Jinek of Goedemorgen Nederland of zo, ik kwam er gewoon niet tussen. Dat is wel aardig om dat verhaal te horen. Want ik denk, het is in ieder geval ook een andere stem. Maar jij zegt, dat heeft eigenlijk weken geduurd voordat ik überhaupt aan het woord kwam. Het was toevallig dat Harry Mens me belde en vroeg, wil je komen zondag? Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik de kans kreeg om het te vertellen. Ja. Toen kreeg ik inderdaad heel veel positieve reacties van alle kanten die dat gezien hadden. Ja, ik vond dat toen ook een interessante uitzending. Heeft me aan denken gezet. En dacht je dan dat er een opvolging was? Als ik dan elke avond weer Op1 of Jinek hoor, waar ik dezelfde mensen ongeveer variaties van hetzelfde hoor zeggen. En waar je geen enkel, laat ik zeggen, alternatief geluid. Ja, nu begint het een beetje te komen. Ja, de laatste dagen is duidelijk ook de maat vol. Maar daarvoor, maar het erger was, je hoort steeds dingen door virologen zeggen die niet meer en niet meer up-to-date zijn. En niet rondom die ziekte zelf, want daar weet ik niks van. Of je een vaccin, hoe je dat kan maken, of hoe je mensen genezen. Heb ik alleen maar ontzettend veel respect voor wat die mensen op dat front doen. Maar mijn vaardigheid zit op een ander terrein. Ik ben geograaf, als geograaf opgeleid. Ik geloof toen ik 22 was, gaf ik al colleges in methoden en technieken van onderzoek en statistiek. En het interessante is dat deze verspreiding van de virus,
Ja, dat kan ook een verspreiding van spoorwegen zijn. Waar ik getraind in ben om te kijken van regionale patronen. En kijken of je de verklaringen kan vinden voor regionale patronen. Ja, want wat jij eigenlijk zegt is, er zijn op dit moment bijzonder wat veel gegevens eigenlijk beschikbaar. Bijzonder, maar in ieder geval behoorlijk wat. Die betreffen allerlei kwesties. Dus het gaat over besmettingen, het gaat over sterfgevallen, maar het gaat ook over temperatuur, weersomstandigheden, bijeenkomsten, intensiteit van die bijeenkomsten. Eigenlijk allerlei data die een beeld geven, je zou kunnen zeggen, van nou ja, onze leefwereld. En ook de omstandigheden die dan vervolgens, laten we zeggen, verspreidingsbevorderend, dan wel verspreidingsbelemmerend werken. En dat is niet meer een puur virologische kwestie, want het gaat echt ook over kijken naar, gewoon naar omstandigheden, leefpatronen die buiten big, de strikte... Big data, dus buiten één discipline vallen. En jij zegt eigenlijk ook gezien mijn achtergrond. Ik ben heel mijn leven al met database, verwerking van gegevens. Kan ik dus patronen zien? Ik doe niet als een viroloog een uitspraak. Nee, ik doe een uitspraak over patronen die gewoon zichtbaar zijn op basis van big data. Ja, wat ik vergelijk het ook wel eens. Ja, je hebt als geograaf, ga je ook bijvoorbeeld kijken in welke mate de spoorlijnen het menselijk gedrag bepalen. Ja. Maar dan, ik ben geen machinist en kan ook geen spoor aanleggen. Nee. Maar ik kan wel concluderen dat, omdat het spoor zo lag, dat vervolgens de bebouwing het spoor als het ware gevolgd heeft. Ja. Maar dat is denk ik heel belangrijk, ook voor het vervolg van het gesprek, maar ook waar het gaat om het debat rond corona en de maatregelen die genomen worden. Je merkt dat er nu langzamerhand ook stemmen klinken dat wellicht andere betrokken moeten worden in het gesprek. En een van de redenen waarom jij zou zijn gedisqualificeerd is dat omdat je geen viroloog bent, je gaf het zelf al aan. Terwijl wat er nu voor ligt is eigenlijk niet louter een vraagstuk voor virologen, maar betreft juist eigenlijk mensen die brede interpretatie kunnen geven, allerlei factoren en vooral ook daarbij cijfers kunnen lezen en interpreteren. En daar gaan we eigenlijk mee aan de slag. Nou, laten we dat eens gaan doen om jouw grand theory even duidelijk te krijgen. Je hebt dus, zoals gezegd, het is geen virologisch of biologisch onderzoek. Echt met de blik van iemand die naar het hele patroon kijkt en alles wat daar een rol in speelt. En volgens mij ben je op die basis ook niet te disqualificeren, lijkt me ook helemaal niet terecht. Want dat is ook de manier waarop we daar moeten kijken. Ja, dan zou je het om een inhoud moeten doen. En dat vind ik prima. Ja, dus als we mensen op inhoud discussiëren, dan kom je alleen maar verder mee. Ja, nee, dat is denk ik ook wel een neiging die natuurlijk binnen de wetenschap sterk bestaat. Een soort competentiestrijd. En die mag er wel iets over zeggen en die niet. Ja. Nou ja, we hebben wat mij betreft nu helder waar het over gaat. Je spreekt hierover met een sociaal-geografische blik in de verwerking van cijfers en patronen die dat oplevert. Laten we eerst eens kijken naar wat je hebt ontdekt rond... Nog één kleine opmerking vanaf. Ja? Okay. Waarom kan je zo goed de patronen volgen van dit virus, in tegenstelling bijvoorbeeld bij influenza? Ja, omdat vertel. Als influenza zich verspreidt, zijn er al veel mensen immuun voor. Ja. Dus als dat patroon botst soms op mensen die daar gewoon op tegen kunnen. En dan moet je als het ware bewijselijk het bloed onderzoeken van iemand om te weten, waarom wordt hij nou wel of niet besmet? Ja. Bij deze zijn we gekomen in een situatie bij dit virus dat niemand het heeft. Ja. Dus de verspreiding gaat bijna op een natuurlijke manier en botst niet tegen, laat ik zeggen, weerstanden van een persoon op. En daardoor zijn die patronen ook zo veel makkelijker te herkennen dan als je het alleen maar op influenza zou doen. Ja, dat is interessant. Want je zou kunnen zeggen, je nulpositie is eigenlijk veel minder ingewikkeld en minder troebel. Ja. Omdat je kunt starten vanuit de situatie dat eigenlijk niemand resistent is. Exact. En daarmee zie je veel beter dan bij griep, waar je altijd al grote groepen hebt die resistent zijn tegen dat type. En daardoor zie je eigenlijk minder goed wat er gebeurt in de lucht. Exact. Want wij meten vooral wat er gebeurt in de lucht op basis van de ziekteverschijnselen die optreden. Exact. Dus jij zegt nu van nou, bij dit virus is het interessant, precies omdat niemand resistent is, dat we eigenlijk die patronen
Veel zuiverder zijn. Die eigenlijk ook gelden voor griep, maar die we daar vermoedelijk, of heel veel soorten, zeker. Die we veel minder zuiver hebben kunnen registreren in het verleden, omdat die meting daar vertroebeld was door menselijke resistentie. Dat probleem heb je hier nu niet. En daardoor krijg je ook een... Het is eigenlijk in die zin een ideale experimentele situatie. Even wrang gezegd. Ja, maar tegelijkertijd merk je dat de virologen zo gevangen zijn in die situatie waar het veel complexer was, met influenza. Dat ze dit niet goed zien. Dat ze dit niet zien, omdat ze in die complexiteit van de influenza blijven zitten. Ja. Waar ze ook nooit, voor bepaalde punten, nooit goede verklaringen voor hebben. Ja. En nu ineens dient zich een veel schonere situatie aan, waar je veel makkelijker ziet hoe het eigenlijk waarschijnlijk ook bij influenza is gegaan. Ja, ja. Alleen die virologen, die lijken dat gewoon niet door te hebben, dat wat we nu zien eigenlijk zo ontzettend ver kan helpen bij alle, bij influenza en bij deze ziekte. Nou, laten we de strijd met de virologen hier niet aangaan. Is ook helemaal niet nodig, want dit is een ander type vraag. Maar laten we wel proberen in ieder geval de ruimte te creëren om deze overwegingen ook mee te geven. En om te zorgen dat beleid mede op dit soort inzichten, of in ieder geval op dit type discussie wordt gevoerd. Dat je zegt van we moeten eigenlijk hier over de discussie aangaan. Van wat zien we voor patronen ontstaan? En als ergens big data relevant is, dan is het hier wel. Want leven en dood zijn ermee gemoeid. Dus, en niet alleen van mensen, maar ook van de samenleving. Ja, van onze hele economische orde vooral. Ja. En sociale rust ook. Alles hangt met elkaar samen. Prima. Zo is het een beetje begonnen. Althans niet hiermee, want ik zat er eigenlijk ook al voor. Ik keek naar, omdat ik op internet zit en ik wist al eigenlijk eind januari van wat er in Wuhan gebeurde. En dat is interessant, want er waren echt allerlei mensen op Twitter die riepen, dit wordt verschrikkelijk. Maar dat weet je dan nog niet. Maar je volgt het wel. En ergens, dat had ik precies ook. Het fascineerde me meteen al. Ja, maar ik weet wel dat ik al half februari voorzieningen ben gaan treffen. Ja. Echt 3-4 weken voordat het hier... Nou, dat geldt voor mij ook. Ja. Ja. Maar goed. En toen zag ik een patroon. Gewoon, ik ben geograaf en ook nog klimatologie. Waarbij ik dacht van, die uitval, waar je het ziet, die uitbarsting, dat zit in een soort band op de wereld. Want ik keek, waar die zwarte vlekken zijn. Ja. En die zit in die groene band. In die groene band, ja. En dat is een klimatologische band. Dit is een paper van 4 maart. Yeah. Waar ik het ook al door, maar toen schreven zij het, en veel harder dan ik het op dat moment gedaan had. Maar ik had gekeken, hoe was in januari in Wuhan het weer? Hoe was het in Teheran geweest toen het uitbarstte? Bergamo. En zij kwamen en zeiden, als wij kijken en we gaan kijken naar het weer, dan voltrekt het zich tussen 30 en 60 graden of 30 en 50 graden noordenbreedte. En de temperatuur is dan doorgaans vrij stabiel tussen 5 en 11 graden. En wat belangrijk was, zeiden ze, dat de luchtvochtigheid tussen 3 en 6 gram per kilogram lucht is. Ja, dat zijn echt hele specifieke klimatologische condities. Ja. En betekent dit ook dat jij ervan uitgaande dat het besmettingsrisico in Afrika, Midden-Afrika, echt substantieel lager is? Misschien niet, ik bedoel, als je iemand kust die het heeft, dan word je besmet. Ja. Maar het gaat erom het verspreidingstempo. Ja, tempo. Want alles wat er eigenlijk om gaat, is niet houden we hem tegen maximaal, maar hoe houden we de verspreiding onder controle? Ja. En want dat is wat er gebeurt. We nemen maatregelen om de verspreidingstempo te verlagen. Want als we het los hadden laten gaan, dan was het waarschijnlijk niet die aantallen die Van Dissel zei, dat we dan met 26.000 op de IC lagen. Maar dan was het echt gewoon verschrikkelijk geworden. Dat had er toch zomaar eens 10.000 kunnen worden. Ja, ze, dus dat ook is, zo meer. En in ieder geval, dat had dan weer de beelden opgeleverd van Lombardije. Maar die beelden van Lombardije, die zijn ook eigenlijk zo, hebben een soort hysterie gekweekt op allerlei plekken waarvan je zeker wist dat dat niet zou gebeuren. Ja. India gaat in een lockdown. Zuid-Afrika gaat in een lockdown. Op allerlei plekken in de wereld gaan ze in een lockdown. Terwijl als je gewoon de informatie gebruikt, daar komen we straks over. Precies, laten we gewoon maar goed, kijken. Maar toen kwam het volgende. Dus ik had dit gezien. Mm-hmm. En ik ben zelf ook, Italië heb ik alle provincies, Amerika alle staten, in Nederland. En toen zag ik dit vrij nauwkeurig terug. Dat betekende ook weer niet dat bijvoorbeeld, goed voorbeeld, even de eerste, je hebt Lombardije. Ja. En ik dacht, hoe zit het dan in Napels en Rome? Ja, wonderlijk, hè? Ja, Napels en Rome zijn bij elkaar net zo groot als Lombardije. Ja. Nou, daar is het verschil in doden zoiets een factor 30.
Ja. En toen dacht ik, ja, hoe kan dat nou? En toen ging ik bijvoorbeeld in Amerika kijken, helemaal in het begin. En toen zag je San Francisco. En hoe werd ik dat? Ik wist dat New York begon uit te barsten. En ik zag een reportage bij CNN dat ze in San Francisco in de al het voorbereiden waren op de IC's voor wat er gebeurde. Ja. Maar zei, ja, maar het is nog steeds zo rustig. Nou, dan dus hadden we wachten. Ja. Ja, dus ik ben gaan kijken. Ja. En toen zag ik, nou, als je naar het weer kijkt in San Francisco, in die baai, dat is een hele vochtige omgeving. En als je naar die tussen 3 en 6 gram kilogram kijkt, dat is dus hoeveelheid water in de lucht. Mm-hmm. Dat is iets anders dan relatieve luchtvochtigheid, maar gewoon het feitelijk hoeveelheid water. Mm-hmm. Toen zag ik dat bijvoorbeeld New York had van de 50 dagen vanaf februari 45 ongunstige dagen en San Francisco had er 19. Bergamo had 40 ongunstige dagen. En Napels en Rome hadden er rond de 25. Ja, nou heb jij dus een heel model inmiddels, waarin er verschillende factoren spelen. Nou, dit is daar één van die factoren. Hè, dat zeg je ook uitdrukkelijk. We gaan dadelijk ook nog andere bespreken. Maar het gaat erom om die verschillende factoren in beeld te brengen. Nou, één ervan is dus het verhoogde risico op gemakkelijke verspreiding onder specifieke weersomstandigheden. Belangrijk wanneer je beleid gaat maken om daar rekening mee te houden. Kunnen we nog even de verklaring krijgen? Wat is jouw these rond de verklaring dat dus die specifieke klimatologische condities ertoe leiden dat dat virus kennelijk zich gemakkelijk verspreidt? Nou, je leest dus dat, dan heb je, je hebt wat correlaties, maar Het kan ook een schijncorrelatie zijn. Het kan iets anders aan de hand zijn. Maar ik heb verschillende dingen bestudeerd. Ook omdat ik van mensen links krijg en zeg, kijk eens naar dit. Nou, ik keek naar dit. Het is een gigantisch onderzoek uit 2013 over de verspreiding van influenza in de wereld. Mm-hmm. In 78 landen of locaties hebben ze onderzocht. Datareeksen van jaren. En ze zijn gaan kijken, kunnen wij op basis van het weer voorspellen wanneer een griepepidemie uitbreekt? En uiteindelijk hebben ze een model gemaakt waar ze met 85% nauwkeurigheid de griepepidemie in het noordelijk halfrond kunnen ver. Want op tropische gebieden zit het wat anders. En dit was die grafiek die ze lieten zien. Dit is die gram per kilogram, gemiddeld per maand. Dus dit is meer zomer en dit is meer winter. Mm-hmm. En het puntje is het moment, een maand later, dat een griepepidemie uitbrak. En dat is steeds eigenlijk onderaan. Ja. Maar ook onder die 6 gram per kilogram grens, waar die anderen het ook over hadden. Ja, dat is een correlatie. Dus dus je ziet eigenlijk dat influenza, daar kan je voorspellen wanneer die griepepidemie komt, blijkbaar een samenhang vertoont met de luchtvochtigheid. Ja. Nou, toen kwam ik ook door die literatuur, want daar zijn verwijzingen in, en dan kom je bij een andere plek, en dat is deze. Deze grafiek kwam voort, die komt al uit 2008... waarin ze dierproeven hebben gedaan met influenza. Mm-hmm. Ze hebben verschillende soorten dieren in hokjes gezet, hier die besmet waren, en hier dieren die niet besmet waren, en er geen rechtstreeks verband. Helder. En ze zijn het 24 uur met verschillende luchtvochtigheden gaan doen en gaan meten bij die andere dieren hoeveel er dan besmet waren. Ja, dus die gedachte van die luchtvochtigheid, die bestond ook al langer. Tuurlijk. En daar hebben ze gewoon mee geëxperimenteerd. Ja. Ja, omdat eigenlijk altijd zaten ze te zoeken naar de theorie, hoe kunnen mensen besmet worden bij influenza? Ja. En daar zag je ook ritmes in seizoenen. Ja, de ritme in seizoenen. Maar ook was het gevoel, is het niet zo dat je binnenshuis makkelijker besmet wordt dan buitenshuis? Ja, en waar komt dat dan door? Ja. Nou, wat bleek? Als ze dus die dieren zijn gemeten van bij verschillende luchtvochtigheid, hoeveel procent worden dan, hoeveel wordt er dan besmet? Dan is dit eigenlijk de grafiek. Hier maximale besmetting, hier minimale besmetting, hier neemt het weer toe en hier daalt het naar nul. Dus als de relatieve luchtvochtigheid boven de 80% is. Ja, dat is een soort sauna-omstandigheid. Ja, nou, ik heb een mail gekregen uit Phuket, waar iemand zei, hier zijn die omstandigheden. Aha. En hier hebben we nul doden. Ja, we zitten wel in een lockdown. Ja. Maar we hebben hier geen enkele slachtoffer. Terwijl we 4 weken geleden nog vliegtuigen vol Chinezen hier hadden. Ja. En de vraag is natuurlijk, hoe kunnen we dan begrijpen dat dat optreedt? Ja, nou, dat is de volgende. Dus hier hebben we, dit is precies die, laat ik zeggen, 6 gram per kilogram grens. Daar gaat hij dan weer oplopen. Nou, ook dat lees ik dan in de literatuur. Want dan kom je ook verschillende verklaringen. En er zijn 2 soorten verklaringen die waarschijnlijk zelfs elkaar allebei kloppen en elkaar versterken. De eerste is een
simpel een natuurkundige verklaring. Die man doet al 8 jaar proeven met influenza. En hij zegt, ja, daar weet ik zeker van. Er is blijkbaar iets waarbij als de watergehalte boven een bepaald niveau is, dan een microdruppel wordt dan als het ware gevangen door het water en valt op de grond. Ja, dus je hebt eigenlijk een virusdeeltje. Ja, in een... je hebt de 2 soorten, komt er uit je mond, laat ik zeggen, de grotere druppels. Mm-hmm. En als je die in je gezicht krijgt, ja, dan is het niet handig. Maar de meest belangrijke voor deze theorie is, dat heet de aerosols, de microdruppels, en die gaan zweven. En die gaan met name zweven op het moment dat de luchtvochtigheid laag is. Ja, ja, dus je hebt 2 types... waarin het virus dan zich, maar vooral die aerosols, dat zijn zwevende deeltjes. Ja, en die zijn, dat zullen we straks merken, veel belangrijker dan de druppels. Ja, ja, dan het directe bijna uit je mond spuwen. Ja, en wat was nou, dus zijn verklaring was, er is een natuurkundige verklaring, mm-hmm. waardoor als die druppels zwaarder worden, dat ze op de grond vallen en dus niet meer mensen kunnen... Ja, door die luchtvochtigheid komen die aerosols dus in aanraking met die waterdeeltjes. Maar als die blijkbaar, en die zullen daar wel aan vastklemmen, maar als het te veel water is, dan wordt het allemaal te zwaar. En hoe verklaar je deze stijging? Ja, toch hier oploopt weer even. Hier zeggen ze, virus particles are unstable hier en hier niet meer. Durf ik ook niet te zeggen, maar er is een tweede verklaring die ook uitermate interessant is en die waarschijnlijk ook waar is. Rondom dat virus zit een lipide envelop. Ja. Dat is een soort vettige substantie. Ja. Die de virus beschermt. En wat werd ervan gezegd? Wordt ervan gezegd. Die lijkt nogal fragile te zijn. Ja, kwetsbaar. Ja, kwetsbaar. En dat die vrij makkelijk kapot gaat. En dan kan het virus ook niet meer werken. Het heeft die omkapseling nodig. Ja. Ja. En we weten ook. Bijvoorbeeld door als je goed je handen wast. Kan de virus, als je hem op je handen hebt, gaat hij weg. Omdat hij door de zeep ook wordt er gezegd. Ik denk trouwens dat het om het water is. Daarom dacht ik. Dat weet ik niet. Maar dat is ook. Nou, dus dat fragile-achtige betekent ook dat zo'n virus zou gaan instorten als onder bepaalde omstandigheden. Gisteravond is er een persconferentie geweest in het Witte Huis. Mm-hmm. Waarbij een groot onderzoek van de researchers laboratorium van Homeland Security is bekendgemaakt. Mm-hmm. En daaruit blijkt dat ze eigenlijk ook deze processen beamen. Niet komen nog met een verklaring waarom, maar ook zeggen, als de luchtvochtigheid hoger is, is de overlevingstijd van het virus vele malen korter dan als de luchtvochtigheid laag is. Ja, dus hier grijp je ook gewoon terug op bestaand wetenschappelijk onderzoek. Hè? Dat heb je niet zelf onderzocht, maar deze informatie is beschikbaar. Nog veel sterker. Ik ben door mensen benaderd die professoren 3, 1 in Zwitserland, 2 uit Yale, virologen, die een artikel hebben gezet waar dit ook in staat. Ja, ja, ja. Die hebben mij gecontact en die hebben gezegd, jouw werk is complementair aan de onze, prima. Ik heb er regelmatig contact mee en die complimenteren me met mijn bevindingen, omdat dat eigenlijk aansluit wat zij ook al gevonden hadden. Ja. Ja, en dan geef je bijvoorbeeld de contactinformatie van die mensen door aan de media in Nederland. Nooit iemand die eens een keer aan een professor in Zwitserland of een professor in jail vragen. Ja, dat heeft ook te maken met de aantrekkelijkheid van de boodschap op een bepaald moment. Hè? Misschien dat het op een zeker moment toch plotseling heel populair wordt, Maurice. Zou ik niet uitsluiten. In ieder geval een belangrijk onderdeel. Dus we hebben nu het weer, luchtvochtigheid. Dat zijn al 2 factoren waar je dus rekening mee kunt houden. Hè? Dus waar het gaat om die verspreiding. Ja. Ook binnenshuis. Je kan beter maar lekker vochtig zitten, kennelijk. Ja, en veel ventilatie. En veel ventilatie. En, want dan blijven die druppels minder lang zweven. Ja. En maar bijvoorbeeld, dat is ook altijd meteen het diep tragische. Als je in een luchtcirculatie, gesloten luchtcirculatie, ventilatiesysteem. Zoals die mensen op die schepen. In zorginstellingen. Waar het raam niet open gaat enzovoort. Dan heb je gigantische risico dat als er 1 of 2 besmette mensen in het tehuis zijn, dat door het interne systeem eigenlijk iedereen in die... Want die aerosols die blijven in principe gewoon rond. Maar je kan je systemen zodanig inrichten om ze als het ware corona-proof te maken. Ja. En ik heb al 2,5 week geleden een specialist op mij afgehaald toen hij zag wat ik las. En hij zei, kijk, dit moeten ze doen. Ze moeten het inregelen, meer lucht van buiten, de filters vervangen.
Ja, maar dat vind ik ook heel herkenbare klachten eigenlijk met betrekking tot ventilatiesystemen of sick buildings. Dat wou ik net zeggen, de sick building syndrome. Ja, dus dat men al wist van, nou ja, een bepaald soort systemen hangt dus kennelijk een verhoogd risico. Ja, maar er zit dan één belangrijke waardoor dit helemaal geblokkeerd wordt. Ja. WHO en RIVM zeggen al een tijd, al heel lang, dat aerosols bijna geen rol spelen bij het verspreiden van het virus. Ja, en dat is wonderlijk. Ja, en dat is misschien omdat ze het nooit goed gezien hebben bij destijds bij de influenza. Ja. Nu zijn er ontzettend veel bewijzen dat het wel is. En ze blijven maar roepen dat het onbelangrijk is. Ja, want Eén mooi bewijs misschien. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Het Amerikaanse schip, of niet? Nou, de schepen zijn dan heel duidelijk. Ja. Maar deze is eigenlijk de ultieme. En het mooie is, ook weer, als ik Twitter volg, een uur nadat het gepubliceerd is, weet ik het. En kijk, ja. LA Times had een reportage over een koor in de buurt van Seattle, Mount Vernon. En die hadden op 10 maart een koorrepetitie. Toen heerste er al corona in Seattle. Aha. Maar, en ze zeiden, we gaan wel repeteren, maar we houden ons aan de instructies. 1,5 meter, ja. Elkaar niet aanraken, desinfecterende middelen, ja. Heel voorzichtig. Ze wilden toch blijven zingen. Ja, ja. Maar zingen wilden ze. En de reportage is, ongeveer 19 dagen daarna, dat 45 van de 60 ziek zijn geworden. 3 waren op dat moment dood. Ja, het ging dus helemaal niet om die 1,5 meter, kennelijk. Maar, nee, maar om het feit dat want die aerosols die zitten helemaal niet aan die 1,5 meter. Dat ja, is en het interessante dus is, dat als je in een normale 1-op-1 situatie, kan jij misschien iemand anders besmetten. Maar dat zijn situaties waar één iemand 60, 100, 200 man kan besmetten. Want als je een vergadering hebt, praat er maar één. Nou, dan heb je de pech als die besmet is. Als je gaat zingen met een koor, ja. Zingt iedereen. Ook in de kerk. Ja. En je ziet ook als je ook kijkt... Ook bij carnaval. Carnaval, ook bij voetbalwedstrijden. Apres-ski. Ja, bij voetbalwedstrijden zou kunnen zijn dat als de openlucht... iedereen aan het juichen is. Ja, maar de openlucht misschien. Ja. Dat is de moeite waard om dat na te gaan. Want, ja. Maar goed. En wat zie je dan? Dat eigenlijk... Ja, dan, ik lees dat, maar dan denk ik... Oh, nou snap ik waarom het op schepen ook gebeurt. Ja. En nou, dan, ik verbaasde me destijds al over toen natuurlijk die cruiseschepen in quarantaine gingen. Ja, ik had meteen de indruk, er moet iets met dat luchtventilatiesysteem of die airco zijn. Hè, want dat men zo massaal ziek wordt, ja, dat is alleen maar te verklaren. Ja, maar dan, doordat er een gemeenschappelijk luchtfiltersysteem... Ja, maar dan begrijp je ook hoe boos en gefrustreerd ik ben als ik voortdurend het RIVM, ook bij de hearings in de Tweede Kamer, hoor zeggen van, nou die aerosols, nee, als je maar 1,5 meter houdt, En hygiëne, dan is het veilig. Maar want heb jij nou enig idee waarom ze op basis van de gegevens die er nu zijn tot zo'n bewering kunnen komen? Ja, omdat je precies de goede zin zegt. Op basis van de gegevens die er nu zijn. Die duurt heel lang voordat het daar doordringt. Oké, dus jij zegt ze hebben eigenlijk nog niet alles verwerkt. Nee, en ze passen hun strategie niet aan. Omdat ja, als je arts bent, dan moet je evidence-based en dinges. Dus over 2 jaar zullen ze ongetwijfeld deze conclusies trekken. Ja, ja. Alleen, nu zitten we in een crisis. Ja, ik begrijp het. Je zegt eigenlijk... ze zijn niet getraind. Ja, dit is een type gebeurtenis waarin eigenlijk want ik zit ook regelmatig niet peer-reviewed artikelen te lezen. Omdat, ja, het is wat is up-to-date dat het nog niet peer-reviewed is. Want daar komt het eerste. Ja, zo werkt het. En dat geldt in zekere zin ook voor wat jij aan het doen bent. Het is nog niet peer-reviewed. Dus het behoort nog niet tot het officiële kanon van de wetenschap. En wat jij zegt, ja, je kunt niet met het officiële kanon van de wetenschap nu te werk gaan. Je moet, omdat we dus in zo'n unieke situatie gebruik maken van enerzijds wat we weten. Dit is wel het kanon. Maar anders echt nieuwe verbanden leggen. Want anders zijn we te laat. En dit is een heel plausibele verklaring in ieder geval. Ja, maar ja, exact. Ja. En maar ze zijn ook uitermate overtuigend met elkaar. Ik bedoel, als er nou één component is... Nee, absoluut. Laten we nog eens naar een nieuw, hè? Want we hebben nu dus een klimatologische factor. Ja, maar nu de tweede, de derde of zo. En die is ook ontzettend belangrijk, omdat die eigenlijk iedereen op een verkeerd been zet ten aanzien van de angst, ten aanzien van de verspreiding. En dat komt, in Wuhan is gezegd, de tempo van verspreiding is... Dus R0 heet dat, R met een O of 0. Mm-hmm. En die is ongeveer 2,3. Nou, bij normale griep is die 1,3. Dat betekent dat in 5 dagen, 6 dagen, één iemand 2,3 mensen besmet. Nou, als dat een tijdje doorloopt, dan is meteen de hele wereldbevolking. Dat was ook de indruk die we hadden, hè? Hyperbesmettelijk, hoog tempo van verspreiding. Ja. Nou, en wat blijkt nu?
Wat blijkt? Nou, ik heb bijvoorbeeld analyses gedaan rondom de voetbalwedstrijd van Bergamo. Maar ook onlangs in Kessel. En misschien Kessel het beste voorbeeld, omdat hij zo dichtbij is. Mm-hmm. Afgelopen zondag was er bij 1 Vandaag een reportage over dat in de plaats Kessel zoveel doden waren gevallen. En daar hadden ze de meeste ziekenhuisopname van heel Nederland. Relatief gezien, per inwoner. En ook de pastoor die vertelde dat hij in een maand al 30 mensen had begraven. Nou ja, dan ga ik kijken, Kessel, en dan kom ik op Limburg of L1. En dan blijkt dat er op 5 maart in Kessel een liefdadigheidsbijeenkomst is geweest. Er is een ALS-patiënt waar ze geld voor verzameld hebben. En dan zie je ook de video. En dat is een relatief klein plek waar Roland Hersen optrad. En mensen erg op elkaar. Nou, en toen ben ik gaan kijken, oké, wat weten we van die gemeente en wat voor cijfers hebben we? Nou, die hebben we, want dat is ook mooi, van er is heel veel bekend. Heeft een tijd geduurd voordat het makkelijk openbaar werd, ook dat is karakteristiek, want je zou zeggen alle data en iedereen komt maar met ideeën. Mm-hmm. Nou, dit, ik ga even naar de gemeente Peel en Maas, dat is deze. Ja. Wacht even. Oké. Dit is de blauwe lijn, zijn het aantal besmettingen die daar zijn vastgesteld. En wat is het bijzonder aan die gemeente? Nou, daar zit Kessel in. Oh, sorry, ja. Daar zit Kessel in. En bedenk dat we inmiddels weten dat we ongeveer het aantal besmette gevallen met een factor 50 onderschatten. We hebben in Nederland, laat ik zeggen, toen aan het eind van maart 10.000 mensen als besmet gezien. Mm. Maar toen waren er al 500.000 mensen in Nederland besmet. Ook overal in de wereld. Daar wil ik het zo nog even over. Maar goed, maar hier zie je, op 10 maart is het eerste geval meldt zich. Want hier op 5 maart was de bijeenkomst. En dan zie je het hier exponentieel toenemen, want hier staat wel 100, 200, 300. Dus na... Aan het eind van de maand had je 300 besmette mensen. En als het de factor 50 is, zou dat alleen al 15.000 mensen zijn. Mm-hmm. De hele gemeente heeft 40.000 mensen. Dus deze situatie heeft tot een exponentiële stijging geleid. En hoe komt dat? Een besloten omgeving, iedereen zingt, aerosols. Daar is 3/4 van de mensen is besmet, als het er niet meer zijn. Net zoals bij die koorrepetities. Mm-hmm. Nou... Dat betekent dat als je naar verschillende plekken kijkt in de wereld... Mulhouse in Frankrijk bij een christelijke bijeenkomst van duizenden mensen... in Korea, bij ons bij carnaval... alhoewel het effect van carnaval zelf minder is geweest van de kerken daarna... maar dat kan ik ook bewijzen. Mm-hmm. Maar als je dan naar een andere gemeente gaat... even kijken, dan moet ik deze weghalen. Wacht even, ga ik hier naartoe? Want... Je hebt ook andere gemeentes daar. En dan neem ik bijvoorbeeld, wacht even, Altena. En ik heb er nog veel meer andere. Altena was ook een gemeente waar het al op 3 maart besmette mensen waren. Hier op 21 maart, dat is de datum dat de maatregelen genomen worden. Ja. Was het, en trouwens, dit zijn per 100.000 inwoners. En omdat ze 20.000... Hier waren het maar 20 besmet, hè? Maar het is wel de lijn die je ziet. En hier zie je dat die lijn eigenlijk heel gematigd blijft. Mm-hmm. Terwijl in Peel en Maas trekt hij omhoog. Ja. En lijken dus die maatregelen ook... Nee, wat je nu ziet is, tot en met hier was het zonder maatregelen. Ja, in deze hetzelfde. Gemeente leefden we gewoon op de normale manier... Gingen naar restaurants, gingen naar bars, cafés. Hier was er al een besmetting. Ja. En hier is het helemaal niet krankzinnig uitgestoten. En wat je dan ziet, dus... En als ik dus... Ik kan gemeentes verzamelen. Ik heb een lijstje van gemeentes waar het heel rustig is gebleven. En dan zeg ik, als het echt is dat er vandaag de dag... 1,5 meter en weet ik veel wat we allemaal moeten doen... om het te voorkomen dat het verspreid is. Waarom is het daar dan niet verspreid? Ja, want als ik het goed begrijp, hè, dus reconstruerend... zeg jij, nou, we zien dus verschillende plaatsen in Nederland... maar ook op de wereld, dat er bepaalde opbouw plaatsvindt. Nou, sommige blijft het laag... en andere zie je het juist meer opklemmen. Als we gaan
achterhalen, als we de geschiedenis van die plaats nou eens even bekijken, dan zijn er eigenlijk, voordat er al strenge maatregelen werden ingesteld, hebben er dus bepaalde evenementen plaatsgevonden. Bijeenkomsten, ja. Voetbalwedstrijden, die, en zo heet het in de literatuur inmiddels, als superspread events kunnen worden aangemerkt. Dus ja, gebeurtenissen die, waar een enorme verspreiding in plaatsvond. Ja. Het interessante is, ik zag recent een reportage uit Duitsland, waarin je ziet dat Duitsland eigenlijk heel vroeg vrij hoog zat. Dat kwam toen door een schoolklas die in Oostenrijk was geweest, die hebben toen een uitbarsting gehad. Toen hebben ze in Duitsland al eerder dan wij ook een verbod op evenementen ingesteld. En bam. En je ziet dus de grafiek zo naar beneden gaan. En het interessante is, men heeft vervolgens een week of wat later, 2 weken meen ik, een lockdown ingesteld. En dat maakt eigenlijk geen bal meer uit. Nee, maar dat is nou exact de stelling. Dus de lockdown, dat is eigenlijk ook wat jij aangeeft. De lockdown als zodanig is niet het grote verschil. Het grote verschil is dat die bijeenkomsten de evenementen. Want die bijeenkomsten. Kijk, als dus je de kerkdiensten, de voetbalwedstrijden. De koorrepetities. Bruiloften en zo. En je kan het ook even getalsmatig doen. Kijk, laten we zeggen dat de vermenigvuldigingssnelheid van het virus 2 is. Mm-hmm. Nou, je hebt 99 mensen die ieder maar 1 iemand besmetten. En eentje gaat naar een koorrepetitie en besmet er 100. Ja. Dan is het vermenigvuldigingsfactor 2. Ja. Als je die ene eruit haalt, is die vermenigvuldigingsfactor nog eigenlijk maar 1. Maar je zegt dus eigenlijk wordt er veel te simplistisch nagedacht op dit moment over die verspreiding. Als je gewoon naar de condities gaat kijken, blijkt dat er onder bepaalde condities hyperverspreiding plaatsvindt. En de hyperverspreiding was de reden. En waarom was er een hyperverspreiding? Omdat niemand resistent was tegen het virus. Ja, precies. En dat kun je eigenlijk heel goed zien nu. Ja. Je kunt het gewoon volgen. Je kunt de evenementen opsporen. Dit is in ieder geval een zeer plausibele verklaring. En verklaart ook waarom je bijvoorbeeld, zoals in Duitsland, maar ook elders, van de feitelijke lockdown niet meer het grote verschil ziet. Want je hebt eigenlijk al met die eerste ingreep die hele belangrijke hypercondities, zeg maar. Ja, maar kijk, en hyperverspreiding, die heb je nu kalt gesteld. Ja, en bij in Uden was het 1 maart, deze kerkdienst, dan gaat hij hier, bam. En dat doet het niets. Ja. Hm? Ja, en maar in de zin van, dat maakt dus niet meer uit als je een week later een lockdown het is wel belangrijk dat, kijk, wat ze met name gedaan hebben, dat is ongeveer hier, hebben ze bijeenkomsten verboden. Ja, dat is hem. En dan zie je hem eigenlijk, want dat heb ik ook bij allerlei gemeentes, dan zie je tussen 21 maart en 30 maart, is het in heel Nederland ongeveer een factor 2 gestegen. Wat echt rondom de factor 1 is. We waren eind maart al onder het niveau van de verspreiding maximaal. Alleen omdat er zoveel na-eileffecten zijn van zieken, sterfte en IC-gevallen, ervaren we nu nog steeds niet dat het bijna al veilig is. Nou ja, je ziet natuurlijk wel hoe die drukte op de IC's enorm terugloopt. Tegelijkertijd, en dat is misschien toch wel interessant, dat we wel in een situatie zitten op dit moment waarin die sterftecijfers, met name in onze verpleeghuizen en bejaarden, over locaties waar zeg maar zwakke mensen die zeer vatbaar zijn, dat die met name dus nog steeds zwaar getroffen worden. Ik denk ook, daar moeten we het misschien zo over hebben, dat je op een heel andere manier daarover na moet gaan denken. Nog niet peer-reviewed verschillende artikelen die ik recentelijk heb gelezen, wordt ook melding gemaakt dat ook in Wuhan, maar ook in Italië, de ziekenhuizen zelf eigenlijk belangrijke verspreiders zijn. Dus dat eigenlijk dat van daaruit weer de verspreiding optreedt. Dus een heel. Ja, maar Korea heeft echt voor. Ik raad iedereen aan, als je gewoon veel wil weten over een land, Wikipedia, COVID-19 en dan het land in het Engels, South Korea. En Korea heeft gewoon bijgehouden wat de spread events waren. Ja. Dus met die grote in Daegu, dat is een christelijke bijeenkomst geweest. Maar ze zetten ook de lijst van de secundaire. Daar zie je kerken, daar zie je ziekenhuizen, daar zie je sportclubs, daar zie je callcenters. Ja. Gewoon letterlijk. Ja. Omdat ze daar wel goed onderzoek doen naar die gevallen. Ja, dus je ziet eigenlijk al plaatsen, plekken die heel risicovol zijn. Het is duidelijk dat we wel met een vrij groot probleem zitten. Ook een probleem dat misschien nu vergroot wordt door de manier waarop we ermee omgaan. Nee, zeker. Dus
Ja, daar kunnen we het misschien nog even over hebben dadelijk. Maar laten we eerst even zeggen, wat denk jij, wat zou de, op basis van wat jij nu gezien hebt, eigenlijk de aanpak moeten worden? Nou, kijk, nog even één kleine over de IC's. Ook dat het mooie is, als je naar buiten komt, krijg je ook veel mensen met suggesties, ideeën. Vaak ook professionals, hè? Ja. Ook op die luchtventilatie, daar heb ik allerlei professionals gekregen. Ja. Maar er was ook iemand die me het volgende meldde. Ook heel interessant. Zo had ik er nog niet tegen aangekeken. Ze zei, weet je wat het grote probleem is? Het is natuurlijk een verschrikkelijke ziekte als je inderdaad in zo'n eindfase komt. Dat het ongeveer 3 weken duurt dat je op het IC ligt. Stel eens voor dat het maar een ziekte was waar je 1 week erop lag. Dan hadden we vrije lege IC's. Ja. Daarom zullen we nu snelle daling krijgen van de IC's. Omdat het hoogtepunt van de IC's, dat was rond 1 april. Ja, het, dus die gaan het, nu, het is niet een kwestie op. Van de nieuwe. De nieuwe nemen af en de oude verdwijnen. Ja. Dus dat gaat eigenlijk ontzettend snel. Dus ook daar merk je hoeveel kennis je krijgt als je je openstelt en daarnaar luistert. Nou, wat is nu het grote probleem eigenlijk? En ja, dat elke keer als ik een viroloog op televisie hoor zeggen, spreken, en ook als ik Van Dissel hoor in de Kamer, en ook als ik Rutte hoor, dat er gedaan wordt alsof er nog een gigantische dreiging is, dat als we nu maar een stapje verkeerd doen, dat er weer een grote uitbraak komt. Ja. Dat is klinkklare onzin. Nee, je zegt zolang je die superspread events niet hebt, dan... Ja, superspread. Ja. Tuurlijk, op dit moment, het verschrikkelijke ook in die instelling wat er gebeurt, dat kan nog veel beter verdedigd worden. Maar dat betekent wel dat ook een fors aantal van de sterftegevallen bij ons niet meer in de samenleving gebeuren, maar in die tehuizen. Ja, precies. Dat zie ik ook. Ja, maar dat betekent dat het daarbuiten nog veiliger is dan we het gevoel hebben. Ja. Want een deel van die mensen... En ook als je naar de sterftecijfers kijkt, wereldwijd, 75% van de mensen die overlijden zijn boven de 80. En 1% is onder de 50. Ja. En ja, ook dat verschrikkelijk. En die ouderen hebben geen weerstand. En ja, want die cijfers heb je ook gepubliceerd. Hè? Dus ja, maar die zijn ook overal. Hè, dus, Robin Fransman heeft onlangs ook een artikel erover geschreven. Eigenlijk het risico dat je als gezonde, zelf 50, 60-jarige... zelfs wanneer je besmet bent, is het risico dat je dat jaar aan iets anders overlijdt nog 4, 5 keer zo groot. Nou, dat durf ik, het ligt aan hoe oud je bent. Dat stond in ieder geval. Ja, maar dat is ook maar. Nee, afhankelijk van je leeftijd. Maar zelfs bij 40 en 50ers is dat, zeker, is dat volgens zo. De cijfers het geval. Nee, dus zeker niet als je ouder wordt. Nee, maar als je, dus als je ouder maar dat wordt, ligt dan ook veel ouder. Ja. Maar als je bijvoorbeeld onder de 50 is er een kans en je krijgt de ziekte, dan is er nog de kans van 1 op 15.000 dat je eraan overlijdt. Als je boven de 80 bent en je krijgt het, dan zit het ergens in de 10%. Ja. En dan is het ook vaak dat de onderliggende situatie ook een beetje invloed heeft. Maar goed, dus dit wetende, wat zou jouw aanpak zijn? Nee, wat ik vooral weet, kijk... Ja, bij elkaar genomen. Ja, wat bij elkaar genomen. Wat wordt dan het pakket waarmee je... Want je zegt zelf, je bent gefrustreerd, je bent boos, eigenlijk een beetje radeloos. Laten we dan toch maar eerst, voordat we naar jouw oplossing gaan... Waarom maak jij op dit moment zo'n grote zorg? Hoe kijk jij naar, de effecten van de huidige maatregelen? Nou, ik denk dat... you ain't seen nothing yet. Omdat het een... Kijk, als er is een verschrikkelijke aardbeving is, schaal van 12 van Richter, dan is daar het verschrikkelijk. Maar de rest van de wereld gaat normaal door en die kan helpen en het erop doen. Wat we nu hebben, is dat overal in de wereld ongeveer hetzelfde het geval is. Ja. En dat betekent dat in ieder land je grote werkloosheid krijgt, grote verlies van bedrijven. Ja. Alles tegelijk overal. Overal. Maar niet je exportmogelijkheden zijn minder, je toerisme en zo neemt af. Ja. En dan komt er een domino-effect, want als met een toverstokje over 2 maanden en niks meer is, dan is het menselijk gedrag niet meer hetzelfde. Nee. Dan betekent ook dat we nu denken, stel dat we dan alles weer zouden kunnen, gaan we dan alles weer precies op dezelfde manier doen? Hebben we er al vertrouwen in? Want dan gaat er toch weer iemand roepen, maar in oktober gaat het weer beginnen. Dus je krijgt een totaal ander, het is alsof we een tunnel ingegaan zijn en 15 jaar verder naar boven gekomen zijn. Ja. En de wereld heel anders is, maar onze structuren nog zijn zoals toen we de tunnel ingingen. Ja, nou ja, dat is ook het motto van dit programma, of de titel, de nieuwe wereld. En we proberen natuurlijk die zelf ook mee de vorm te geven door dit type gesprek. Ja, maar je zegt eigenlijk, dus er is een verhaal naar buiten gebracht.
Dat wordt door media ondersteund met schrikbeelden die we zien. Eigenlijk het zuivere verhaal is, zoals we dat nu langzaam uit de cijfers tevoorschijn zien komen, dat is eigenlijk niet goed verteld. Mensen zitten nog steeds in een kramp. Hè? Massahysterie. Massahysterie, zeg je zelf. Ja, in de zin van, ik kom mensen tegen die echt denken, als ik met mijn neus naar buiten ga, ga ik dood. Ja, terwijl dat bij de gezonde mensen eigenlijk helemaal niet het geval is. Tenzij een extreem hoge uitzondering. Kan bij griep ook gebeuren. Maar eigenlijk zit daar het risico niet. Je kunt specifieke maatregelen treffen. Waardoor je kansen op hyperverspreiding tegengaat. Onze IC's zou het in principe aan moeten kunnen. Maar ondertussen sluiten we nog steeds een heleboel en nemen we maatregelen die eigenlijk de economie lam leggen, wereldwijd. En we krijgen nu de na-eileffecten. Dus dat het een na het ander om gaat vallen. Nou, ik zei letterlijk, eigenlijk hebben we nog een patiënt op het IC. Dat is de economie en de samenleving. Ja. En die ligt in heel kritische toestand. En ik begrijp in het begin zeker wat er gebeurd is. Ja, moest gebeuren toch? Moest gebeuren, men had dat nog niet door enzovoorts, zeker. En ik heb groot respect trouwens voor iedereen. Ik bedoel, ik heb veel kritiek op de RIVM, maar ik weet dat die mensen keihard werken. Ja. Alleen, door de manier waarop ze georganiseerd zijn, zijn ze niet up-to-date. Maar dat is een ander onderwerp. Maar wat erg is, is dat juist door de manier waarop... Het is een outbreak management team met alleen maar virologen, die ook niet allemaal op dezelfde lijn zitten. Dus uiteindelijk nemen ze de voorzichtigste lijn, die niet up-to-date is. En dan merk je dat Rutte en de Jong daar hun oren helemaal laten hangen. En dus ook bijna met de angst in hun ogen zitten van, als ik maar één stapje doe, dan we overmorgen barst alles uit en was het allemaal voor niks geweest. Ja. Alleen, ik bedoel, ik heb al een artikel geschreven, we kunnen het al veel eerder dan voor 28 april. Als je nu ook de aantallen ziet van hoe snel het daalt, over 2 weken zijn de IC's op 700. Dus jouw grote zorg is nu eigenlijk van, we zitten voor de stilte, voor de storm. De economische klap, die wordt gigantisch. En eigenlijk... Ja, dat aan de ene kant. En tegelijkertijd worden we continu bang gemaakt en nog steeds in een soort half hysterie. Als we niet heel voorzichtig zijn, dan wordt iedereen meteen weer besmet. Waardoor de mensen ook in een gemoedstoestand komen, dat ze inderdaad thuis blijven, dat ze eigenlijk heel bang zijn. Ja, nu moeten ze het verhaal een beetje veranderen, want de scholen gaan nu al een beetje open. Ja, oei oei. Ja. Oei oei. Ja. Maar als je gewoon reëel kijkt naar de risico's, als je ook kijkt hoe het was voor 15 maart, zonder de superspread events, dan viel het eigenlijk reuze mee. Ook met die scholen. Ja, ook met die scholen. En hoe komt dat? Even. Ook omdat het virus zich helemaal niet zo snel verspreidt onder maar mensen. Maar ook bij die scholen, want je zou zeggen, zitten ze allemaal in een lokaal, zijn ze allemaal op werk. Maar zelfs onder de manier waarop we leefden voor 15 maart, zijn er dus gemeentes waar besmette mensen waren en waar de verspreiding van het virus geleidelijk ging. En dat alleen de grote waren omdat er superspread events waren. Dus mijn stelling is, en dat lijkt er sprekend op, dat het virus zich onder, laat ik zeggen, normale menselijke activiteiten helemaal niet zo snel. En een schoolgebouw is dan dus eigenlijk... Ja, maar de school kom ik direct nog wel even apart op, want daar moeten wel wat voorziening voor getroffen. Ja, lijkt me wel toch. Maar dan eigenlijk in het overal plan. Maar wat ik vooral zeg is, omdat de risico's veel kleiner zijn dat het weer uitbarst, en een grote uitbarsting is eigenlijk eigenlijk onmogelijk. En er zal best eens een keer ineens iets zijn. Ja. Bijvoorbeeld in een asielzoekerscentrum zijn ineens 40 mensen besmet. En als je dat goed organiseert, hou je dat goed, vind je het, dan pak je dat aan. Het zijn meestal niet oudere mensen, zodat de kans is dat ze er echt aan doodgaan ook nog klein is. Maar als je voortdurend blijft roepen, wat ook Rutte doet, dan hou je de angst in de bevolking. Die blijven inderdaad binnen. Maar die gaan ook niet activiteiten doen die ook belangrijk zijn voor de samenleving, ouderen bezoeken en economisch weer een aantal dingen doen. En je moet dus naar een mode komen waarop je ook weer vertrouwen creëert bij de bevolking. Maar als je voortdurend ook op tv de virologen hebt die allemaal roepen, ja, maar dit kan nog gebeuren en we hebben eigenlijk dit en dan zo. Ja. Dus ze houden die massahysterie als en ze pakken natuurlijk ook het ene geval van 40 of 45 die dan wel overlijdt. Hè? Van die,
Waarbij dat beeld natuurlijk bevestigd wordt. Maar goed, dus het is helder. En je zegt van nou, dus we krijgen nu de na-eil-effecten, een veranderde mentaliteit van de bevolking, waardoor allerlei activiteiten eigenlijk moeilijk op of maar half op gang komt. Met alle sociale consequenties ook. Dat je minder bezoek hebt. Psychologisch, mensen die depressief worden. Spanningen in relaties, in huishoudens. Allerlei gevolgen. Ja. En bovendien natuurlijk de economische malaise die daar gevolgd is. En die consequenties, die accepteer je om iets tegen te gaan wat eigenlijk niet meer echt een reële dreiging is. Nou ja, of wat je in ieder geval ook niet op deze manier in de goede banen gaat leiden. Ja, dat is nog een tweede plaats. Want laten we dan afsluitend. Hoe zou jouw plan eruit zien? Als gewoon eens daar even... Namelijk, heel makkelijk. Ja. In de eerste plaats is dat van een 1,5 meter maatschappij is echt belachelijk. Oké, dat laten we los. Onhaalbaar en onnodig. Oké. Ja. Bedenk maar eens even openbaar vervoer 1,5 meter. Ja. Maar leer nou wat je in de wereld ziet. Ja. Nou, wat je in de wereld ziet, met name dus in Oost-Azië, is monddoekjes. En dan in Japan hebben ze 2 doden op 1 miljoen mensen. Wij in West-Europa 400. Ja. En gisteravond was er ook over Jena een reportage. En dus vanmorgen in het FD. Daar hebben ze mondbescherming al 3 weken. Die man zegt nul besmettingen. Ja. En wij blijven maar roepen, ja, het geeft valse zekerheid enzovoort. Dus we zijn ook niet bereid om te leren. Nou, kan je garanderen dat ze in Japan niet bezig zijn met het voorbereiden van de 1,5 meter maatschappij. Ja, nou. maar het eerste is dus eigenlijk, je zegt van oké, die 1,5 meter, daar moeten we vanaf. Nee, maar dat betekent dat, zolang je je onveilig voelt wat dat betreft, ga dan met mondbescherming werken. Ja. En zeg dan, want daar is ook studie. Of je het gaat 1,5 meter doen, of je gaat met mondbescherming werken en niet met mondkapjes die je moet kopen. Er zijn allerlei landen die nu bezig zijn, die gewoon zeggen, je kan het zelf maken. Trouwens, ook in Duitsland is nu het sinds kort verplicht gesteld. En dat is om die aerosols, de verspreiding daarvan tegen. Ja, maar het gaat niet om dat jij inderdaad bescherming moet, maar dat jij ze niet verspreidt. Ja, precies. En als de helft het niet doet, heeft het verder geen zin. Maar als vervolgens het RIVM blijft roepen, ja, het heeft geen zin en dit, ja, dan gaan we het ook zeker niet doen. Ik zou dus zeggen, probeer weer zelfvertrouwen te creëren door mensen veel meer te laten doen, maar dan met mondbescherming. Zeg dan mensen van onder de 50 kunnen bij wijze van spreken bijna alles doen. Het zijn met mondbescherming, het zijn met die 1,5 meter. Mm-hmm. Boven de 50, ja, moeten mensen voorzichtiger zijn. Mm-hmm. Maar ik zou ook zeker zeggen van, je mag best op bezoek bij ouderen. Maar dan wel, neem dan mondbescherming zelf mee en zorg dat die ouder het ook heeft. En blijf op 1,5 meter. En last but not least, zorg voor ventilatie. Ja, overal ventileren. Zorg voor luchtvechtigheid enzovoort. En inderdaad, die festivals of in tenten zitten, dat misschien even niet. Ja, maar daar zou ik ook zeggen van, inderdaad niet. Maar ga dan ergens in juni, wanneer het weer nog gunstiger wordt. En dat weten we inmiddels ook. Ja, dat is de eerste verhaal. Ja, maar dat is inmiddels gisteren ook bewezen, verklaard bij het Witte Huis, door die onderzoekers. Dat hogere temperaturen en hogere luchtvochtigheid gunstig zijn. Ook voor ons en ook meer zonlicht. Maar ga dan eens een keer een festival organiseren met alleen mensen tot 30 jaar. Van 300 man. Die ook nog mondbescherming bij elkaar hebben. Registreer in informatie. En ga kijken een week later wat er gebeurd is. Het klinkt heel plausibel. Ik mag hopen dat er iets ervan meekomt. Ik zat zelf laatst tijd ook nog te denken. En laten we zeggen als filosoof. Gewoon gegeven al die cijfers. Hè? En toen dacht ik, nou, we hadden hier een aantal weken geleden Pierre Capel op bezoek. Die zegt van, ja, weet je, dat is immunoloog, hoogleraar immunologie. En die zei, ja, weet je, ja, virussen hoort bij het leven. Hij zegt, ik ben 76, zit in de risicogroep, overgewicht. Ik trouwens ook, hè? En hij zegt, ik ben 72. Nou, je ziet er nog fantastisch gezond uit. Dus, maar hij zei ik spreek niet omdat het mezelf omdat ik daar beter van word, helemaal niet. Hij zegt, we moeten niet daar omheen, het virus, we moeten er doorheen. Het zal net iets worden als de griep. Dat betekent dat een groot deel, dat is zijn woorden. Dat een groot deel van de samenleving zal dit gewoon moeten krijgen. We moeten dat ook niet krampachtig zien te voorkomen. We moeten wel voorkomen dat als je niet tenminste onnodig veel sterfgevallen hebt, dat je de zwakkere wat beschermt. Dus eigenlijk het oude idee van die groepsimmuniteit, hè, waar we heel lang iets over gehoord hebben. En liet dat zo tot me doordringen. Ik denk van, zou je eigenlijk niet het volgende kunnen doen? We nemen een aantal van die dingen van jou mee in de overweging. Maar waarom maken we geen quarantaine rond de zorg?
in ieder geval dat deel van de zorg, hè, waar die kwetsbaren liggen. Maar dat doen we precies momenteel het verkeerde. Nee, we zetten ze in tehuizen waar ze besmet worden. Maar je zegt van nou, maar ook wat het personeel betreft, dus je zegt van laten we gewoon proberen dat die mensen binnen blijven. Dus, dat die niet. En voor de rest geven we eigenlijk heel veel vrij. Want word jij eenmaal besmet, dan ga je die kudde, die groep vormen in de toekomst, die hopelijk resistent is, weet ik niet precies, maar daar kan een heleboel op gang komen. En waar je voor zorgt, is dat in ieder geval de kwetsbaren in een soort van quarantaine zitten, ook met het zorgpersoneel. Dan geef ze wat mij betreft €1000 extra salaris, want de mensen die voortdurend met bejaarden in contact komen, die zijn eigenlijk op dit moment de grote. En wat we nu doen. Maar ik vind het nog een beetje bevoogdend ook, want ik denk dat er behoorlijk veel bejaarden zeggen, die zeggen, ik ben bereid het risico te nemen, maar ik wil wel mijn contact met mijn kinderen blijven houden. Waar ik namelijk bang voor ben, is dat, en ik weet niet hoe jij er naar kijkt, maar op dit moment zien we iedere keer dus de sterftecijfers. Ik zou wel eens willen weten, wie zijn dat? En dat weet, jij weet het ook heel goed. Wie zijn dat en waar nee, zitten dat ze? Is het erg, dat weten we heel goed. Nee, dat weten we juist niet. Ook dat onderzoek is slecht. Er wordt alleen de leeftijd bijgehouden. Ja, alleen de leeftijd. Maar we weten niet hoeveel waar ze zijn. Hoeveel er uit instituten kwamen. En hoeveel er uit, laat ik zeggen, de samenleving. Maar goed, het vermoeden is... En hoeveel waren er van de zorg? Ja, het vermoeden is in ieder geval dat daar de hoofdmoot zal zitten. Dat zie je ook elders op de wereld. Terwijl we dus generieke maatregelen nemen. Terwijl de vraag is, hoe zorg je nou dat die groep het beste wordt beschermd? Dat is niet alleen door iedereen binnen te houden, maar door vooral de kring die daar direct met die mensen in aanraking is, om die als een veilige schild te gaan ontwerpen. Maar zelfs daar, dat kan ook nog slimmer en beter. Ja, nee, dat kan absoluut. Maar wat er namelijk ontbreekt bij ons, en dat is bijvoorbeeld in Duitsland ook veel beter, hebben we ook onlangs op tv gezien. Wij zouden op een hele slimme manier onderzoek kunnen gebruiken, en niet met die app. Bijvoorbeeld, ik doe elke vrijdag enquêtes. Ik stuur naar 10.000 mensen, 5.000 geven antwoord enzovoort. Waarom niet standaard, iedereen die besmet is, gewoon een vragenlijst? En die vragenlijst is een checklist, die vul je gewoon in via internet, of anders helpt iemand je bij invullen, waar je allerlei bepalende vragen stelt, waar je kan wellicht eruit halen waar en wanneer die besmetting tot stand is gekomen. Ongeveer op welke datum, wanneer men wat is gaan voelen enzovoorts. Dan heb je twee dingen. Je houdt per dag bij hoe zich dat ontwikkelt. Mm-hmm. Per regio ook. En die kan je zien, in die plek is er blijkbaar wat gebeurd. En je kan misschien een plek ontdekken. Ja, ze is vorige week naar manicure gegaan. En daar komen nu 6 tegen die besmet zijn. Nou, dat kost helemaal niet veel geld, want die techniek is er. Je moet alleen de vragenlijst rondsturen. Je moet er gewoon discipline hebben. Maar op die manier, op een slimme manier naar tegenaan kijken, en vervolgens je beleid erop aan te passen. Want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, in de provincie Groningen, waar het minste heerst, kan ik dan bijvoorbeeld nu al veel eerder, ik had daar helemaal de kappers en de dingen helemaal niet hoeven te sluiten. Als je zo'n systeem had. Ja, maar het betekent sowieso, hè, en eigenlijk een veel gedifferentieerdere benadering van het verschijnsel. Waar ik het nu ongeveer mee vergelijk. Je bent dokter, je hebt 2 patiënten. Eentje heeft 41 graden koorts en de andere 34 graden koorts. En je zegt, geef ze allebei een warmtedeken. Ja. Nou, veel gedifferentieerder. En al de factoren mee gaan wegen. En dan eigenlijk een weloverdachte beleid op gaan. Wil je even nog iets weten over de scholen? Nou, laatste dan. Ja. Nou, bij scholen is het in de eerste plaats ventilatie, ventilatie, ventilatie. Ja. Zoveel mogelijk buiten gaan. Niet zingen in de klas. Goed bijhouden de dingen die er gebeuren. Eventueel op slechte dagen ook de kinderen mondbescherming laten dragen. En het goed in de gaten houden. Dan zou het in principe moeten kunnen. Maar zo eigenlijk geldt dat voor bijna alle facetten van de samenleving van de mensen onder de 50 jaar. Maurice, dankjewel. Laten we dit gesprek, pak een beet zo in de zomer nog eens oppakken en kijken hoe ver we dan staan. En dan ziet dat er veel beter uit. En wat jij wat getallen betreft nog ontdekt hebt. Oké. Ik dank je wel. Graag gedaan.